It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love.
En dan mag je weer aan beide verkeerslichten rechtdoor. De Franse auto. Ja, maar luister. Alex zei dat is een S-land. Ja. En hij rijdt in een BMW. Ja, dat mag toch? Hoezo? Want hoeveel auto's komen er uit de S-land dan? Wordt daar gemaakt? Weet ik toch niet? Weet ik ook niet. En dan dacht ik komt uit Nederland, maar dat zijn er vrachtwagens tegenwoordig. En dat is op een Duitser, een Audi. Spijker, daar staat hij weer. Kun je nou rijden of je kent het niet? Kom zeg! Hierheen? Daar kun je makkelijk in, man! Daar hier, hij kan er makkelijk in! Met zijn Audi! Daar probeer je, kom verder op. Jezus! Kun je er makkelijk in! Godverdorie! Wie zat er net achter ons? Dat vind ik dus ook niet zo, dat je niet zo gewoon uit jezelf komt. Gewoon van mensen. Weet je? Nee. Fijn. Dat vind ik fijn. Die monumentale villa plus P. COG makelaar. 070-306-6050. Met een parkeergarage. Het is een villa. Wauw. Geef maar hoor dan. Dat is goed. Zocht dat. Daarom dat ik het ook zo hard opzeg. Zodat het is via Frisa makelaar. Ja. COG makelaar. En dit is Maurits kader volgens mij uit mijn hoofd. En nog geen idee welke huis nummer dat is. Nee. Dit is nummer 4. Dat denk ik. En toen was het oranje. Oké, sorry Duits. De Frans zou ik niet horen. Oh, maar gaat weer een stukje terug. Ik kan jou ook een stukje doen. Waarom niet? Natuurlijk wel. Sta je wat meer bovenop? Ja, ik wil niet bovenop staan. Vrouwen, wat heb je eraan? Helemaal niks. Een DCI. Die heeft echt zo, waarschijnlijk zoiets van wat de fuck? Is dat anders? Mm-hmm. Wat ik moet gaan betalen? Dat is echt wel even de relletjes. Goed genoeg. Zo, moet je er zo helemaal omheen? Jezus!
voor een Duitser om hier te rijden. Dat is netjes hoor. Zo ja joh. Ja. Maar dat wacht. Nee. Zometeen weer daar tussendoor. Als het kan trouwens. Ik zie daar een... Lekker dan! Even geduld, schat. Oké, nee. Dit is wel een hele toeristische route zo. Hoi. Nee, ik ook niet. Dan ga je naar rechts. Hoe wil je ons hebben dan? Links. Ja, nou, dan ga je ook maar naar links. Hé, ik dacht, is M. Ja, dus je mag hier niet rijden. Als je nou voorzichtig rijdt met die hondjes en alles hier. Dit is of je hier niet mag rijden. Nee, aan beide kanten erin, volgens mij. Alleen één kant ervoor voor de voetganger. Ik ga wel weer niet. Stippenlijn is er nooit geweest, hè? Nee. Dit is leuk. In de binnenstad rijden. Rechtdoor. Rechtdoor. Daar mag je niet in. Daar kan je niet in. Rechtdoor, Duitse. Je kan er anders doen. Nee. Dan moet ik hem daar dan. Hier zo op, gelijk mevrouw. Het is een leuke omleiding zo. Nou, mag ik hier niet eens rijden? Ik weet het nou niet. Een beter ticketje. Ja, dat is daar. Rijden, doel. Ja, zeg maar. Hij moet hier toch nog stukken. Waarom is hier alles al afgezet, man? De man mag niet eens rijden. Hoe dan? Voor name mochten wel. Niet. Ik kan je wel zeggen, en toen, ja, hoe moet ik het nu weten? Kijk, achter die bus aan dus. Dat hier recht. Nee. Volgens mij kan je nu wel daarmee. Ja, volg A. Dus die kant op. Een soortje nu hoor, in de binnenstad.
gaat uit. Stop.